Roderick Asje, je bent in Almelo, in de bibliotheek, maar het is niet de eerste keer. Nee, het is een prachtige bibliotheek. Ik ben hier een keer met de Partij van de Arbeid activiteit geweest. Ik ben hier al een keertje rondgeleid. Ik heb hier een keer een lezing mogen geven. Dus ik kende dit gebouw. Nou, je kunt begrijpen dat toen ik hoorde dat het moest sluiten door bezuinigingen, dat ik dacht, hoe is dat nou mogelijk? Zo'n prachtige plek voor Almelo. Je hebt je daarvoor ingezet, samen met Herman Vinkers. Hoe is die samenwerking met Herman geweest? Ja, geweldig. Herman Vinkers is natuurlijk iemand, ik denk dat we dat allemaal hebben, tegen wie je opkijkt. Die meteen een lach op je gezicht brengt, de liedjes, de gedichten. Maar hij heeft natuurlijk ook een hele bijzondere achtergrond. En zijn verhaal over hoe belangrijk de bibliotheek dan is. Als een plek waar boeken zijn, waar kennis is, waar je de wereld voor je open gaat. Vind ik een heel belangrijk verhaal. En als een man van deze streek zo'n verhaal vertelt, dan mag ik toch hopen dat er naar geluisterd wordt. In het gebouw, maar ook de appreciatie door de bevolking is heel erg groot. Het is nu ook weer gebleken. Maar we moeten wel met 6 miljoen doen. En daar kwam dus aanvankelijk nog 2 ton overheen, want die 6 ton nodig werd. En toen hebben we ook zitten denken van, dat gaan we met geen mogelijkheid redden. Feitelijk hebben we ook onze reserves grotendeels op moeten gebruiken. Bijkomstig probleem is dat dit gebouw is ons eigendom. En dat lijkt leuk, is in sommige opzichten ook leuk. Maar het is 25 jaar oud en er zitten wel onderhoudslasten op. We zijn bijvoorbeeld vorig jaar geconfronteerd met 150.000 euro extra brandweer in de voorzieningen. Daar mag je dan ook zelf voor klaarheen. Het is belangrijk dat een stad als Almelo een bibliotheek houdt. Het is essentieel dat een stad als Almelo een bibliotheek houdt. Deze stad met een geschiedenis van arbeid, van mensen die zichzelf verheffen, van mensen voor wie kennis niet altijd thuis met de paplepel wordt ingegoten. Dan is een bibliotheek een deur naar een wereld die ook van jou is. En die moet er dus zijn voor iedereen. Nee, voor ons is het heel erg belangrijk dat een bibliotheek open blijft. Maar vooral voor de mensen natuurlijk. Ja. Sommigen komen hier wekelijks om bezig te zijn met taal. En wij doen wat we kunnen en dragen daaraan bij. Misschien kun je daar nog op aansluiten, Lotte. Wat wij denken dat er gaat gebeuren als dit wegvalt, is dat mensen gewoon een stuk minder goed integreren. Ja, en daar krijg je gewoon hoeveel onderlinge verschillen van. En dat zou gewoon heel erg jammer zijn. Gert-Jan Zweep, de directeur van de Bibliotheek Almelo, die heeft een uitleg gegeven over hoe het is gegaan met de bezuinigingen van Almelo. Kun je daar wat mee? Nou ja, daar word je boos van, eerlijk gezegd. Want het is even een briefje bezuinigd 2 ton, terwijl er al helemaal geen vet meer op de botten zit. Ja, daar kan je natuurlijk niks mee. En ik ben ontzettend blij dat door inzet van de bevolking, van de bibliotheek, van onze lokale mensen hier in de Partij van de Arbeidsfractie, er nu een gedeeltelijke oplossing is. Maar als je doorpraat, is natuurlijk nog geen echte oplossing. De directeur zei net, ja, we vielen over de rand van het ravijn en nu hangen we aan onze vingers eraan. Maar we weten allemaal, dat hou je niet eindeloos vol. En als je dan ziet wat de problemen er zijn met integratie, met weinig mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, hoe belangrijk het is dat we kinderen leren plezier te hebben in het lezen, dan moet die bieb er gewoon zijn en dan moet er in geïnvesteerd worden in plaats van bezuinigd. Hij zei zelfs, het is een van de mooiste bibliotheken van Nederland. Dat ben ik met hem eens. Ik ben er veel geweest. Ik hou heel erg van bibliotheken. Dus ik probeer ook hier en daar te helpen om ze open te houden of een nieuwe te openen of de gemeente daarmee te helpen. Het is altijd een fijne plek. Heel vaak is het natuurlijk veel kleiner dan hier. Maar de bibliotheek heeft altijd een sfeer waardoor je je welkom voelt. Dat had ik als kind al, omdat er werd voorgelezen. Maar dat is het unieke aan de bibliotheek. Het is openbare ruimte voor iedereen. En dit is wel degelijk een van de mooiste die ik ken.